Niet met 11, maar met 24 punten verschil, wint Eiffel Towers van de regerend kampioen Leiden. Een resultaat waar vooraf niemand rekening mee hield. Laat klopte alles, de schoten vielen vanaf het begin. We hadden geweldig publiek achter ons staan, verdedigend klopte het. We communiceerden goed, we waren agressief. En ja, zo hebben we Leiden eronder gekregen. Ja, jullie moesten met 11 punten verschil winnen. En dan gaan al die 3 punten die gaan erin tegen een ploeg die verdedigend erg goed staat. Ja, ik denk als je moet van buiten een goede dag hebben, wil je veel punten tegen Leiden scoren. Want inside, ze roteren goed, ze zijn atletisch, ze zijn agressief. Ze spelen al een poosje samen voor het grootste gedeelte. Dus dat klopt meestal wel. En ik geloof dat we in de eerste helft al 7-3 punten hadden. En dat is natuurlijk een enorme opsteker. En daardoor wordt het makkelijker spelen inside en hebben we de tweede helft gebruik van gemaakt. In de halve finale speelt Den Bosch tegen Groningen. Een ploeg waar ze dit seizoen al 3 keer van hebben verloren. Altijd lastig, goede ploeg, atletische ploeg ook. Lijkt in veel opzichten een beetje op Leiden. Ja, daar zullen we volop aan de bak moeten.